Als u wordt uitgezonden, welke voorbereiding hebt u dan nodig? Welkom in de nieuwe aflevering in de serie Zicht op Numeri. En deze ronde Shelach Lecha, over uitzending. Want alles in de Bijbel is opgeschreven over Israël, ons tot voorbeeld. Dus als we het hebben over uitzending, ook van onszelf, kunnen we een voorbeeld nemen aan het Bijbelse verhaal over de uitzending van die 12 verspieders. Maar om dat verhaal goed te begrijpen, hebben we de context er ook van nodig. God had zijn volk uit Egypte uitgeleid door 10 machtige tekenen, plagen voor de afgoden van Egypte. En zijn volk werd bevrijd. En als ze dan na 50 dagen bij de Sinaï komen, geeft God een uitnodiging aan Mozes en Aaron om met 70 oudsten de berg op te gaan. Daar hebben ze een ontmoeting met God en hebben ze zelfs een maaltijd. En dan, precies een jaar na de uittocht, wordt de tabernakel opgericht. En waar God zijn verbond met zijn volk sluit, en dan zijn ze een jaar God en zijn volk onderweg om aan die relatie te wennen. En dat precies 2 jaar na de uittocht vindt er een bijzondere geschiedenis plaats. Dan heeft Israël 14 pleisterplaatsen gehad om vanuit Egypte naar het beloofde land te komen. En dan worden vanuit die 70 oudsten die een ontmoeting hadden met God, worden er 12 uitgekozen. En dat lezen we in Numeri 13. Waar staat: de Heere sprak tot Mozes: stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen, dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet 1 man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen. En Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heer. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. Dus van die 70 oudsten worden er 12 uitgekozen, de hoofden per stam. En die 12 krijgen een opdracht om het beloofde land te verkennen. Want God had zijn volk uitgeleid uit Egypte niet om in die woestijn te blijven. Dat was een tussenfase om tot het hart van zijn volk te spreken, om de relatie te doen groeien, maar dan uit te stappen en het beloofde land in te nemen. Alleen van die 12 verspieders hebben er 10 een negatief bericht. Moet je nagaan, deze mensen hadden die 10 wonderen, die tekenen die God gedaan had over Egypte gezien. Ze waren bij God op de berg geweest. Ze hadden ervaren dat die berg helemaal stond te shaken van de heerlijkheid van God. En dat God hun 2 jaar lang van pleisterplaats tot pleisterplaats had geleid. God had voorzien. Maar ja, op een gegeven moment kan ook dat leven in de woestijn gaan wennen. Want op zich was dat leven in die woestijn nog niet eens zo gek. Want je hoefde 's ochtends maar je tent uit te komen en het manna lag daar voor het oprapen. Je hoefde er alleen maar een koek van te bakken en te eten. Je hoefde dus niet zaaien en oogsten. Je klederen waren niet versleten en je voeten waren niet gezwollen. God voorzag. En als je 's avonds aan de andere kant van je tent keek, kwamen daar de kwartels uit de lucht vallen en die hoefde je alleen maar te braden om te eten. Met andere woorden, God voorzag in die periode om vanuit Egypte naar het beloofde land te komen. Alleen het beloofde land was wel de bestemming. En die 12 hoofden die dat allemaal hadden gezien en hadden meegemaakt, die worden vooruitgestuurd om het land te verkennen. Maar 10 ervan waren niet in staat om met geestelijke ogen te kijken. Die keken alleen met de natuurlijke ogen. En dan zag je grote sterke reuzen en sterke ommuurde steden.
En toen die terugkwamen bij Mozes en het volk, brachten die een kwaad gerucht onder het volk, zodat het volk ging murmureren en ging discussiëren, met als gevolg, ze wilden eigenlijk Mozes wel stenigen en dat ze terug verlangden naar de vleespotten van Egypte. En dan spreekt God. Dat God zegt, deze generatie zal het beloofde land niet ingaan, want zij hebben vrees voor succes. Oftewel, ze hadden niet door dat God het land zou geven. En dat was precies wat we hadden gelezen. U moet 12 hoofden van iedere stam sturen, maar ik zal hen het land Kanaan geven. Maar als je niet in staat bent om met geestelijke ogen de grote daden van God te zien, zul je het ook nooit meemaken. Met andere woorden, deze generatie moest terug de woestijn in. 38 jaar rondjes lopen totdat de volle 40 jaar van een complete periode vervuld zijn. En dan, God geeft een nieuwe kans. Het is bij God nooit een punt over en uit, je hebt het verbruikt. Nee, God geeft een tweede kans. Dat na een generatie van 40 jaar, dat onder leiding van die nieuwe leider, Jozua, betekent God redt, dat God zijn volk weer bij het beloofde land brengt. En dan zijn we eerst 14 etages vanuit Mozes naar het beloofde land, dan 14 etages weer terug de woestijn in, en dan 14 pleisterplaatsen om met Jozua bij de Jordaan te staan. En Jozua heeft zijn les geleerd. Dat uit die groep van 70 oudsten die een ontmoeting met God hadden, waar 12 leiders uitgekozen worden om het beloofde land te verkennen, dat er slechts 2 een positief geluid hebben, een getuigenis. Jozua en Caleb. Jozua uit de stam Ephraim en Caleb, leider van de stam Juda. En die 2 hadden een positief getuigenis. En die 2 zullen we ook in de geschiedenis verder tegenkomen. Dat na 40 jaar, als Jozua de nieuwe leider is en het volk bij de Jordaan brengt om het beloofde land in te brengen, gaat Jozua 2 verspieders het land insturen. En hij zegt uitdrukkelijk, kijk ook naar het land, maar vooral ook naar Jericho. Want dat is de eerste ommuurde, sterke stad die ze zullen tegenkomen. En die 2 verspieders gaan inderdaad op pad, komen ook in Jericho. Maar ja, dan wordt op een gegeven moment de poort gesloten. Men is op zoek naar die 2 vreemde mensen. En de enige weg om weg te komen uit die stad was via het huis op de muur van Rahab. En Rahab helpt hen. Maar Rahab heeft ook een positief getuigenis. Want 40 jaar daarvoor, toen die 12 verspieders het land ingingen, waren er 10 bevreesd. Maar als we dan 40 jaar later weer komen, moet je nagaan, dan is het dus 40 jaar geleden dat God die machtige daden gedaan heeft om de afgoden van Egypte een lesje te leren, de 10 plagen. En 40 jaar later kan Rahab vertellen dat al die volkeren in Kanaan bevreesd zijn voor die God van Israël. En als die 2 verspieders die bij Rahab in het huis zijn, dit getuigenis horen, worden ze vervuld van vreugde. Ze worden door Rahab geholpen om in een mand de muur af te dalen. Rahab geeft hen nog een advies mee. Verstop u 3 dagen daar in hinderlaag in de bossen. Want als die achtervolgers na 3 dagen weer terug Jericho ingaan, dan is de kust veilig om naar uw volk terug te keren. En ze vraagt ook een belofte aan die 2 verspieders, dat denk aan mij wanneer gij het beloofde land inkomt. En dan beloven die 2 verspieders, als u ook een rood touw naar beneden laat op uw huis en van uw huis op de muur, dan zult u en die in uw huis zijn gered worden.
Nou, dat beeld alleen al van die scharlakentouw heeft geschiedenis gemaakt door de eeuwen heen. Maar we focussen ons nu op het verhaal van die twee verspieders. Zoals eerst ook die twee getuigen, Josia en Caleb, uit de stam Ephraim en Juda, van het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En die twee verspieders die een generatie later ook een positief getuigenis hebben, dat beeld zien we terug, niet alleen in de wetlezing uit de Torah, maar ook in de profetenlezing uit Ezechiël. Ezechiël 37, waar expliciet over die twee stokken of twee staven gesproken wordt. Dat is wanneer Israël het dal de dorre doodsbeenderen voorbij is, dat er weer nieuw leven is, dat er zelfs weer geest in hun komt. En dat maken we in deze tijd mee. En dan expliciet wordt tegen de profeet Ezechiël gezegd dat hij twee staven, twee stokken in zijn hand moet hebben. Eén stok voor Ephraim en één stok voor Juda. En die twee zullen in zijn hand tot één zijn. En er zal één leider zijn over het volk. Want zoals die 12 verspieders eerst werden uitgezonden en 10 ervan een negatief geluid hadden, die gaven geen hoop, maar eerder verwarring. Maar als die twee getuigen die later het land verspieden en een positief geluid hebben, mensen, leiders geven hoop, zodat het volk die leiders volgt om het beloofde land in te nemen. En ook die twee getuigen, die twee verspieders die zijn positief getuigenis hebben, die komen we niet alleen in het eerste verbond, maar ook in het nieuwe verbond tegen. Ook in Openbaring 11, waar expliciet over twee getuigen gesproken wordt, die ook in de eindtijd een getuigenis hebben van die ene leider, de Messias van Israël. Maar het is het verhaal. Doortrekken van die verspieders over de uitzending van de verspieders ook naar het nieuwe verbond. Dan zien we precies diezelfde verhouding ook bij Jezus en zijn discipelen. In Matthäus 10 lezen we het verhaal dat Jezus zijn discipelen 2 aan 2 uitzendt. De eerste keer 12 discipelen. En later lezen we in Lucas 10 dat hij ook 70 uitzendt. Dus ook Jezus die houdt zich aan diezelfde getallen uit uit de Torah. Dat 70, 12 en 2. En zo begint Jezus om zijn discipelen stage te laten lopen. 2 aan 2 en eerst 12 discipelen en later zelfs de 70. En er staat expliciet in Matthäus 10 verkondigd dat het koninkrijk van God nabij is. Dat mensen zich bekeren. Maar er worden ook tekenen. Dat die tekenen die discipelen als een getuigenis zullen volgen. En dat lezen we in Matthäus 10 dat ze moeten verkondigen dat het koninkrijk van God nabij is. Maar dat Jezus ook hen bekrachtigt dat ze tekenen zullen doen. Genezing van zieken. Zelfs doden opwekken en demonen uitdrijven. En u hebt het om niet gekregen, verkondigt het evangelie van het koninkrijk om niet. En dan zien we dat daarin ook alles wat uit het eerste verbond wordt ook in het nieuwe verbond in wezen doorgetrokken. En dan is ook de vraag waar we mee begonnen, wat hebben wij nodig om uitgezonden te worden? Ook Jezus laat ons eerst stage lopen, in je eigen gemeente, in je eigen straat, in je eigen familie, zodat je voorbereid bent om dan ook vroeg of laat de uitzending de wereld in. En God wil ons bekrachtigen dat we zijn woord verkondigen en dat met tekenen wordt vervolgd, zodat het een machtig getuigenis hier is van die leider van Israël, die ook onze Heer en Heiland wil zijn. En ook, juist als wij
alle zegen via Israël ontvangen hebben. En alle voorbeelden over Israël zijn opgeschreven voor ons. Dan mogen wij als gelovigen uit de volkeren ook iets naar Israël doen. Dat we ook een teken van hoop geven, ook naar dat volk. Want ook dat volk is door de druk van de tijd eerder met natuurlijke dingen bezig dan met geestelijke dingen. En als wij die Gods geest ontvangen hebben, met geestelijke ogen kijken ook naar het volk van God, dan mogen wij hen ook helpen en een woord van troost, van bemoediging en tekenen van het koninkrijk geven. En juist de laatste tijd, waarin al die aanvallen uit Gaza zijn geweest en wij daar bomvrije bunkers hebben geplaatst, maar ook met al die ballonnen die die vuur aangeven en het koren op het veld probeert te verwoesten, dat wij daar vuur- en brandblusapparatuur hebben gegeven, beschermende kleding. Maar als dat voorbij is, de trauma's zijn nog niet voorbij. En dan willen we juist ook helpen in een stuk hulpverlening naar de mensen rond de Gazastrook, waar die trauma's nog lang niet voorbij zijn, en zodat wij ook hen een teken van hoop mogen geven. Kijkt u mee naar het filmpje van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Imagine living 3 kilometers from the Gaza Strip in a community where when you hear a siren, you know you have 15 seconds to get to safety, and that Hamas, a terrorist organization dedicated to your country's destruction, is sending rockets and incendiary balloons armed with explosive devices aimed at your home, your children's school, and your fields. Unfortunately, this has become a reality of life for residents of Kibbutz Alumim. Today, we're going to visit the brave people living in this border community to see how they're coping with the recent rocket and fire attacks. I've lived in the kibbutz for 30 years. The security situation has changed a lot since then. In the first years, it was completely pastoral and peaceful. In the last, actually, 18 years or so, since my youngest daughter was born, we've started having threats from rockets from Gaza. When the bomb threat was becoming more and more severe, the first place that was protected against bombs were the kindergartens. We can't wait until we hear a code red. We have to know what to do. We spend a lot of time preparing. And we practice with the children. They know that if there's a code red when they're on a walk not near a building, then they cover their heads. They know to do it. Where if I'm caught between one place and the other and there's a shelter there and I can go in, then practically it's very important. We have to provide children and families with therapeutic tools that they can then put into practice when they are in those safe rooms, that it's not just a sense of being completely helpless. Okay, what do I do? How do I cope with my stress? How do I cope with all these thoughts running through my mind? It's going to pass, it's going to pass. How do I calm myself down? And then once everything's clear, once I go outside, again, am I okay? Is she okay? Is he okay? I'm in touch with my family. Is everybody okay? I have to get home. How do I get home? It's people having to understand how to like map out their lives. We've seen that the impact has been much, much stronger on children, on families. Now we're going through 24 hours or 48 hours of 400, 500 rocket attacks. And that is something much, much harder to cope with. Consequently, symptoms, reactions have also been a lot harder, and that's demanded from us to also rethink how we give support, how quickly we give support. What is incredible, and it amazes me every time, is to see people's coping skills on how they function. So with us, it's more a question of, okay, this is a situation, it is hard, but we can cope, we can deal with it. And we also live in hope that it will end, it really will end.
Christian Embassy, you have our back, you help us. Knowing that you support us enables us to help more people, and I really mean that from the bottom of my heart. To see Christians and Jews working together fills my heart, fills my soul with absolute joy and hope. We see miracles every day, but we just have to know to open our eyes to them and to appreciate them. And for me, this is a miracle. I want to personally thank you for helping protect lives here along the Gazan border. Because of your support, we have been able to donate these bomb shelters, firefighting trailers, and all-terrain vehicles to this vulnerable community in southern Israel, and help bring a sense of security to those living so close to danger. This was all made possible because faithful Christian donors have given to our Israel in Crisis Fund, which enables us to respond in real time whenever emergencies arise. So please, give today as we stand with Israel on the front lines and help them protect their future in the Promised Land.